Mijn naam is Wil Zuidenband en ik werk als directeur zorg en behandeling. Eigenlijk wilden we vooral van de zomer iets geven aan jongeren, een gelegenheid geven om ons te leren kennen. En we dachten, nou, laten we ze nou eens een keer deze zomer naar binnen halen. En gelegenheid geven, wel begeleid natuurlijk. En gelegenheid geven om eens kennis te maken met onze ouderen, met onze medewerkers. En ja, ervaring op te doen. Het project Summer School waren scholingsactiviteiten in de meivakantie en terugkomdagen in de zomer, waarin onze jongeren hebben voorbereid op het vakantiewerk. Taak- en rolafbakening kwamen naar voren, maar ook de achtergrondinformatie over onze bewoners en hoe de jongeren met het gedrag van de bewoners om kunnen gaan. Ik vond het leukste aan de Summer School dat we heel veel activiteiten hebben gedaan in de week. Vaak 2 activiteiten per dag. En ook ja, heel veel verschillende dingen. Dat vond ik gewoon leuk om te doen met de mensen en de medewerkers samen. Ja, we zijn er eigenlijk wel blij mee, want tot onze verrassing was het eigenlijk heel populair. Ze vertelden het aan elkaar door. En voor je het weet hadden we 80 jongeren die zich bij ons aanmelden om dit te komen doen. En die hebben we allemaal welkom geheten. De Summer School heeft voor mij opgeleverd dat ik nu weet hoe het eraan toe gaat in de zorg. En dat ik nu ook echt een zorgopleiding ga doen.